Muziek is leuk en houdt je jong. Dat is duidelijk te zien aan het dansende publiek tijdens de derde editie van het jazzfestival Florence Swingt. Tijdens het festival treden verschillende artiesten 2 dagen lang op voor de ouderen. Maar als gepensioneerde hoef je niet alleen te luisteren naar de muziek, je kan het ook zelf maken. Een schoolvoorbeeld hiervan is deze groep 60-plussers, die klaarstaan om zo op te treden. Ja, wij zijn de Florence Swingt Band, die al 3 jaar samen spelen. Ooit heeft Florence heeft een advertentie in de krant gezet, oudere muzikanten boven de 60 die nog wat wilden doen. En op een gegeven moment hebben wij er allemaal op gereageerd en zo is die band ontstaan. Voor de muziek ben je nooit oud. Nee. Dertien mannen en 2 vrouwen vormen de band. Ik kon eigenlijk helemaal niets. Ik kon geen noten lezen, niks. Ik kon nog ineens dat ding vasthouden. Maar ik ben nooit te oud om te leren. Ze zeggen dat ze blij zijn met me. Nou ja. Ik ben Evert van Bielden, 80 jaar en gitarist, banjoist. Ik kan niet meer lezen, niet meer schrijven. Ik heb geen televisie meer. Ik heb alleen de muziek. She was a picture in old Spanish lace. Als je jong wil blijven, moet je vooral muziek blijven maken. Gelukkig is dat nu wetenschappelijk ook bewezen. Muziek maken op deze leeftijd is voor je hersenen top.